Deel 2 van het filmpje over de Schaapmansschool aan de Windsingel is de verhuizing naar de Marijkensingel. En die werd gebouwd op de plek waar voormalige boerderij De Driesprong stond. De Driesprong werd afgebroken en in plaats van de boerderij De Driesprong werd de sporthal De Driesprong gebouwd. Daarbij ook de kerk en naast de kerk kwam dan de nieuwe Schaapmansschool. Een heel modern en langgerekt gebouw met heel veel speelruimtes. En een hele mooie speelplaats aan de voorkant. Ik kan me nog heel goed herinneren. En het prachtige was dat het allemaal heel mooi was ingericht met tapijt. En heel luxe, veel luxer dan het noodgebouw aan de Windsingel. En het leuke is dat wij ook regelmatig werden betrokken bij de bouw. We gingen dus al heel snel naar de bouwplaats toe. En hier wordt een van de heipalen beschilderd door de kinderen. Die later in de grond geheid werd. En zo werden wij echt betrokken bij de nieuwbouw. En ik kan me ook herinneren dat we er meerdere malen zijn geweest op de bouwplaats, eigenlijk tot aan de opening van de nieuwe school. Terwijl de aannemer de boerderij De Driesprong sloopt, wordt er voor het eerste paal een lied gezongen. En dat wordt gedirigeerd door de toenmalige directeur Jan Verbeek, die de Schaapmansschool omtoverde van een klassikale school naar een Jenaplanschool. Hier zijn de aannemers en de architect in gesprek. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat wij ook nog gesproken hebben met die architect en vragen mochten stellen over de bouw en het ontwerp van het gebouw. Dat was heel erg leuk om te doen. Hier het slaan van de eerste paal van het nieuwe gebouw, de Schaapmansschool aan de Marijkensingel. En hier wordt de eerste paal geslagen door Jan Verbeek en Lia, een van de leerkrachten. De andere leerkrachten en de leerlingen die kijken uiteraard toe. Hier wordt gesproken door Mieke van der Ven en de pastoor met het grijze jasje en de hand aan zijn kin van de kerk die daarnaast gebouwd werd. De directeur van het schoolbestuur stond er nog bij, meneer Thiessen, en de architect en de aannemers. En hier zie je al het begin van de school ontstaan, eigenlijk zoals het was. Dit is het beeld van de aula. En aan de rechterkant zou dan later de kleuterschool komen. Die werd dan bij de basisschool gevoegd. Aan de linkerkant van het gebouw was dan de basisschool. En aan de rechterkant van de aula was dan de kleuterschool, de kleintjes. En dan mochten wij niet komen. Nou, uiteindelijk was de school klaar. En moesten natuurlijk schoongemaakt worden en ook daar werden de kinderen bij betrokken. En iedereen hielp mee om alles klaar te zetten en in te richten. En er werd zelfs nog gerookt door de leerkrachten en een aantal ouders. Dat is ondenkbaar. Dat is meneer Lindeman, een van mijn overbuurmannen in de tijd. Zijn kinderen zaten ook op de Schaapmansschool. En zo gingen we naar de nieuwe locatie.
waar in het midden van het gebouw een hele mooie aula was. In die aula stond een wereldontvanger onder andere. En daar mochten we gewoon gaan luisteren naar stations over de hele wereld. En dat vond ik ontzettend interessant zelf. En ook werd daar heel veel geoefend voor de optredens van de weeksluiting. Dat was altijd een mooi moment vlak voor het weekend, waar wij allemaal optredens mochten verzorgen. Heel leuk was ook dat achterin het gebouw aan de linkerkant zat een heel groot houtbewerkingslokaal. Waar de kinderen dus iedere week aan hout konden bewerken. Dit is Theo Edman trouwens, de opvolger van Philomena Cheng. Hij was echt super cool, deze man. Dit is de ruimte van de leraren volgens mij. Nadat we de nieuwe school hadden ingericht en ingewijd, werd het oude naambord van de windsingel bij de windsingel verbrand. En alle kinderen stonden daar omheen en de brandweer werd gewaarschuwd, want die mocht het naar de hand allemaal lekker blussen. En daarna gingen we met z'n allen naar de nieuwe locatie aan de Marijkensingel. En zo werden wij op een hele leuke manier betrokken bij de nieuwbouw van de Schaapmansschool. Maar ik zie hem.